moest een beetje streng zijn. Ja. Maar je had het niet meer, hè? Nee, niet echt. Meid, meid, meid. Ado, ado, ado. Oh. Maar goed, hij is een steun voor jou. Ja. Maar goed, time-out. Even tot rust komen. Ja, 2 minuten 15 seconden. Oh, daar hadden we wel. Ik wil je niet beïnvloeden. 2 opdrachten nog te gaan. En wat doen we? Ja. We gaan doen, door. We kunnen nou stoppen. Even stoppen, maar okay, we gaan gewoon door. Ja. Jullie gaan het risico nemen dat je alles kwijtraakt? Of neem je genoegen met de prijzen die je nu hebt? Nee. 5 prijzen. Doorgaan. Verraden. Nou, geef er nog even een kus. Ja? Oké. Daar gaat hij. Daar gaat 2. Ballon parkeren. We gaan een ballon parkeren en dat gaat als volgt. Hier vind je een hulpmiddeltje. Ja. Met gestrekte arm hou je die zo vast. Ja. Hier is een schaar voor jou, Carla. Je knipt een ballonnetje los. Dat probeert Addo onder dit bordje te houden, want er zit helium in. Dus hij wil omhoog. Zo, eronder. En die parkeer je onder het afdakje. Voorzichtig, Addo. Voorzichtig, Addo. Pas op je schaar. Gaat goed, Addo. Gestrekte arm zoveel mogelijk. Gaat goed. Je hebt hem door. Je hebt hem door. 3 ballonnen afast, onder het afdakje. Afast. Ja. Nog 2. Kom op. Ja, van voeten knippen. Knippen vast 1. Ja, rustig. Nee, nee. Gaat goed. Och, gos. Ik leef zo. Addo, Addo. Ga vast, ga vast. Prima, jongen. Ja, en de derde staat er klaar. Kom. 1 minuut en 16 seconden. Hou vast, hou vast. Ja. Voorzichtig. Ja, gaat goed. Prima, Addo. Heb vertrouwen. Uitstekend. En de laatste. Haal de ballen uit de boom. Jullie moeten 5 kerstballen uit de boom halen. De roze kerstballen uit de boom. Kom, snel. Hier is een trapje. Daarboven een roze. De roze ballen uit de boom. 47 seconden. Gooi dit mandje. Kom hier. Snel. Telefoon. Telefoon. Ik pak hem. Ga jij door. Zij pakt hem wel. Roze ballen uit de boom. Oh! Ballen, vrouw. Doe maar rustig. Hallo? Zit er nog roze in? Kijk. Nee. Dit broodje. Ja. Je moet dit broodje opeten, er zit dus de boon in, hè? 3 koningen. Ze moet een broodje opeten. Nu snel. Dat is een 3 koningen broodje. Carla, kom op! Daar zit een witte boon in. Ze heeft hem! We zijn er! We zijn er! Pak hem! We zijn er, Wil! Alles goed? Fantastisch. Een slecht voor een ambtenaar. Ja. Nou, we hebben veel beleefd met verschillende paren. Oh. Al in de honeymoon quiz. Maar zelden was het zo verschrikkelijk als met jullie. Ja. Zitten jullie bij het amateurtoneel of zo? Oh, het is echt slecht voor mijn hart. Hallo. En Carla, jullie hebben alles gewonnen wat er te winnen viel. Alle prijzen. Oh. Jullie gaan de super deluxe huwelijksreis maken. Maar eerst is hier een oude bekende, Tijmen met de bruidstaart. Oh. Hallo Tijmen, jongen. Hoe gaat het? Tijmen niet gezien. Ja, is dat er nou? Ja, dat is het. Benny heet ze. Is dat er nou? Nou, niet de verkering, maar. Niet de verkering? Dat kan nog veranderen. Neem je die ook een keer mee? Dag Wendy, jij komt de bruidstaart uitdelen. Ja? Het is een prachtige bruidstaart. Ambachtelijke pakketbakkers hebben eraan gewerkt. En die gaan we delen met de rest van de familie, want die hebben je verschrikkelijk gesteund, hè? Ja, zeker. Oké, nou, dan hebben we nog een verrassing. Als die op is, dan komen jullie thuis van de week en dan krijg je er nog één, want anders heb je thuis niks. Ja? Nou, dat is de bruidstaart. Dan krijg je de Video 8 camera. Maar het is niet zomaar een Video 8 camera, dankjewel Josje. Maar het is een sports onderwater toestand en die kan tegen een stootje, dus er kan helemaal niks mee gebeuren. 1 snoertje in je tv en dan kan je een mooie opname maken van de huwelijksreis. En dan nu zijn jullie benieuwd waar de huwelijksreis naartoe gaat. Ja? Ja? Gaan we nu laten zien. Daar komt ie. Wat denk je? Wat denk je? Amerika. Amerika. Frankrijk. Frankrijk, ja. Goedenavond, bonsoir. Pardon. Excusez. De huwelijksreis gaat naar Frankrijk. Dat hebben we aangegeven met de Cancan.
Maar... Ja, dank u. Gezellig, hè? Ja. Frankrijk is een mooi land. En een romantisch land ook. Kan je van alles beleven. De man die exact komt vertellen waar je naartoe gaat en wat je gaat beleven is niemand minder dan Joop Zoetemelk. Hallo Joop, voorzichtig met de taart. Hartelijk welkom. En wij zijn bijzonder vereerd dat zo'n groot man waar wij allen als Hollanders zoveel jaren mee meegeleefd hebben, dat die hier komt bekendmaken wat zij gaan beleven. Zij hebben gewonnen. Dit is Carla, dit is Addo. En Joop, jij bent de meest Hollandse Fransman en de meest Franse Hollander, zou je kunnen zeggen. Inderdaad. Nou, ze hebben een geweldige reis naar Frankrijk gewonnen. Natuurlijk een ideaal vakantieland met zijn zon, zijn winterplaatsen, zijn stranden, noem maar op. En ze logeren in een prachtig romantisch kasteel, de Breliedy. Hoe? De Breliedy. Breliedy, oh, nooit van gehoord. Nooit van gehoord. En in een fraai hotel langs de Loire. Waar? Langs de Loire. De Loire, daar ga je ook naartoe. En, om het voor maak te brengen, natuurlijk krijgen ze 1000 gulden zak geld mee om ja, zoveel mogelijk plezier te maken als het er maar te beleven is. En nog 1000 gulden zakgeld. Kunnen ze ook nog even bij jou langs, hè, Joop? Is dat die 1000 gulden? Dat is die 1000. Alsjeblieft, dat kan je vast in je zak steken. En op de terugweg kan je nog even, want jij hebt toch een hotel in de buurt van Parijs, hè? Welkom, ja, natuurlijk. Het is 40 kilometer van Parijs. Dus, ja. Kunnen ze nog even bij jou komen? Inderdaad, ze kunnen even langskomen. Het ligt op de route. Bad, stromend water? Ja, inderdaad, bad, stromend water, noem maar op. Niet ver van Parijs en het is op de route, dus erg makkelijk. Oké, okay. Joop, je ziet er fantastisch uit, maar ik weet dat jij de PR doet van een confectiebedrijf tegenwoordig, die ook Jan Raas sponsort. Nou, hartelijk bedankt, het is al een belevenis om deze man te ontmoeten, ja. Vind je ook niet? Nou, geef hem nog even een hand. En dan nu de automobiel die jullie naar Frankrijk zal brengen. De auto, ja. Deze auto brengt jullie niet alleen naar Frankrijk, maar als je terugkomt van de huwelijksreis mag je hem nog houden ook. Gaan we lekker zitten? Fantastisch! Probeer hem maar eens even. Ja! Goed! Champagne en bloemen! Willy, hartelijk bedankt voor je fantastische arbitrage. Dames, bedankt. Merci beaucoup. Goed! Champagne zit een vleugje persik in. Dat wordt in de society kring altijd gedronken. En dames en heren, wij nemen afscheid van u. Dit was een nogal zinderende eerste aflevering van de Honeymoon Quiz. De komende nog 7. We hopen dat u volgende week vrijdag weer kijkt. Nog veel plezier bij de Tros Televisie. Met Jongbloed en Joosten en Dempsey en Make Peace. Bye bye, tot volgende week. Ron verheugt zich alweer hevig op de volgende Honeymoon Quiz aanstaande vrijdag.